Je gaat ze krijgen. Mensen die zeggen, we gaan het niet gebruiken. De vorige die we hebben aangeschaft, gebruiken we zelf ook niet. Die hebben we nooit gebruikt. De vorige softwareleverancier hebben we het pakket nooit van geïnstalleerd. De vorige partij die bij ons, weet ik wat, hebben we verkocht. Een waterstation hebben we nooit gebruikt. De vorige koffiemachine hebben we nooit gebruikt. Mensen gaan aangeven, vroeg of laat bij jou als bezwaar, we hebben de vorige niet eens gebruikt, dus daarom gaan we dit niet doen. En dat zit hier bij mensen. Het zit hier. Het feit dat ze iets niet hebben gebruikt, dat wil niet zeggen dat ze jouw product niet gaan gebruiken. Maar je moet ze hier, moet je ze fixen. Het klinkt heel stom, maar hier moet je ze fixen. Het is op dat moment een excuus en op dat moment zitten ze in een bepaalde waan waarin ze zeggen, we hebben de vorige niet gebruikt, dus we gaan die van jou ook niet gebruiken. Dan moet jij oplossen. Weet je hoeveel boeken er gekocht worden per jaar die niet worden gelezen? Mensen kopen een boek. Oh, leuk, een boek. Ga ik lezen. Blader even door. Afrekenen naar huis toe. Oh, boek. Ga ik in beginnen. Met twee bladzijden. Oh, komt wat tussen. Oh, ik ga een keer mijn boek. Oh, boek. Komt wat hoger op de stapel. Komt op een gegeven moment in een kastje. Komt op een gegeven moment uitzicht. Klaar. Heel veel boeken worden niet uitgelezen. En toch koopt die persoon de volgende keer weer een boek. Snap je? Maar die emotie van, ja, boeken lees ik niet uit, die gaat altijd door het hoofd. Ja, lees ik hem wel of niet? Hè? Ja, maar dit is echt een goed boek, ik ga het lezen. Lezen ze hem ook niet uit. Of vanaf dat moment zeggen ze, weet je wat, ik ga geen boeken meer kopen, want ik lees ze nooit uit. Het is de onzekerheid in mensen. Het is de onzekerheid van, ga ik dingen afmaken? Ga ik dingen wel aanpakken? En dat is jouw verantwoording. Het is jouw verantwoording om te zorgen dat die koper, die prospect, die klant, het product gaat gebruiken. Je kunt wel zeggen, ja, maar ja, dat is toch niet mijn verantwoording? Jawel, dat is het wel. Want op dit moment loop je daarop vast. Dus het is jouw verantwoording om het op te lossen. Dus je kunt ook bijvoorbeeld vragen van, hé, wanneer hebben jullie de vorige aankoop dan gedaan? Ja, dat was toen en toen. Waarom hebben jullie die aankoop gedaan? Ja, omdat we dat en dat wilden oplossen. Snap je? Je wilt feiten verzamelen. Je wilt weten, waarom hebben ze toen die aankoop gedaan? Waarom zijn jullie toen niet gaan gebruiken? Ja, dat weet ik niet. Het is gewoon stil komen te blijven liggen. Zou het komen omdat het, ja, door iemand niet het initiatief werd genomen het pakket te gaan gebruiken? Zou het kunnen komen omdat de chauffeurs bijvoorbeeld altijd met papier willen werken en niet op een telefoon? Ik noem maar iets. Probeer de feiten in jouw branche, in jouw bedrijf, in jouw verhaal naar voren te krijgen. Om te zorgen dat je weet van, hé, waar zit het? En op het moment dat je nou uit die negatieve spiraal bent, want zo zie ik het, is een negatieve spiraal om te zeggen, we doen het niet, we gaan het niet doen wat we gebruiken nooit. Gaan we nu flippen naar de positieve kant. Wanneer heb je voor het laatst een aankoop gedaan die wel succesvol was? Ja, weet ik veel. Wanneer heb je een softwarepakket aangeschaft dat wel werkte? Wanneer heb je een nieuwe koffiemachine aangeschaft die wel werkte? Draai het om. Waarom heb je die toen aangeschaft? Waarom gebruik je die toen wel? Je wil feiten verzamelen. Je wil weten, hoe ging die implementatie dan? Waarom heeft dat dan wel gewerkt? Waarom, 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 waarom? Weet je wat het is bij mensen? Heel veel dingen gebruiken ze niet. Ze gebruiken het niet. Ze doen een aankoop, maar ze gebruiken het niet. Ga maar eens thuis kijken bij jezelf. Hoeveel dingen om je heen heb je waarvan je denkt, ja, eigenlijk gebruik ik het niet. Ja, ik gooi het ook niet weg. Vind ik zonde. Of iets raars. Zet het op marktplaats. Geef het weg. Als je er niks mee doet, geef het dan weg. Weet je, als je er structureel niks mee doet, geef het dan weg. Gooi het weg. Verkoop het. Heel veel dingen hebben mensen thuis waar ze niks mee doen. Kun je ook aangeven in zo'n gesprek. Ja, dat begrijp ik. Er zijn heel veel dingen waar we natuurlijk niks mee doen. Hè? Misschien, ja, noem maar wat. Je auto, hè? Doe je nu ook niks mee? Jawel, ga ik van mijn werk mee naar kantoor. En, van kantoor naar huis en van huis naar kantoor. Ja, maar nu niet. Nu ben je aan het bellen met mij, toch? Ja, nu gebruik je auto. Nee, maar zometeen wel weer. Dat begrijp ik. Dus je gebruikt hem als je hem nodig hebt. Hè, aan het einde van de straat zit misschien wel een ziekenhuis. Gebruik je nu ook niet. Maar als je hem nodig hebt, ga je erheen. De supermarkt die verderop om de hoek, ja, zit er wel, gebruik je nu ook niet. Maar als je het nodig hebt, ga je erheen. Dat is hetzelfde met jouw product. Op het moment dat jij je problemen goed boven water hebt, die je kunt oplossen voor je klant, dan kun je dus ook aangeven, ja, maar wij lossen dingen op bepaalde momenten voor jou. Dit product helpt jou op bepaalde momenten. En dat je het niet altijd gebruikt, snap ik. Dat je je auto niet altijd gebruikt, snap ik. De weg ernaartoe, naar je werk en naar huis, die ligt er ook. Die gebruik je nu ook niet, maar die ga je straks weer gebruiken. Je gebruikt hem als je hem nodig hebt. Je gebruikt dit product, je gebruikt in ons geval dan de software, als je het nodig hebt. En je gebruikt dat om die en die en die dingen op te lossen. Zo simpel is het. Dus dat is belangrijk. Zorg dat ze duidelijk hebben, dat ze de noodzaak zien van het gebruik van het product. Vraag ook bij ze wanneer ze wel een aankoop hebben gedaan die succesvol was. Wanneer heb je voor het laatst iets gekocht met een orderwaarde van ongeveer 30.000 euro? Ja, dat was lang geleden hoor. We hebben iets gekocht voor 40.000. Oké, en hoe ging dat dan? Bij wie heb je dat gekocht? En waarom heb je dat toen wel gedaan? Want, hè, dat.
En probeer het gesprek soepel te laten lopen. Het moet geen kruis voor zijn. Je wil niet, waarom dan? Hè? Waarom dan? Zeg dan. Nee. Ja, oké. Wanneer heb je voor het laatst zo'n grote aankoop gedaan? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, ik denk een aankoop van 30.000 euro, 40.000 euro. Ja, mijn auto toen. Hoe ging dat dan? Had je een auto nodig op dat moment? Nee, ik had hem niet echt nodig, maar ik had hem gezien en ik vond hem mooi. Snap je? Probeer een beetje op een informele sfeer te communiceren en zorg dat je die data vergaart die jou weer gaan helpen bij de aankoop van jouw product.